aanpassing ringweg. En betalen met bitcoins. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is bezig om de verkeerssituatie in Suriname te verbeteren. En om die reden zal ook de ringweg flink worden aangepakt. Rij je nu vanuit de Washingtonstraat en wil je richting Noord gaan, dan mag je kiezen of je de noordelijke of de zuidelijke rijbaan van de ringweg wilt nemen. Maar vanaf maandag is dat geen optie meer. Op de noordelijke rijbaan kunnen auto's dan alleen nog richting Noord rijden, bijvoorbeeld richting de Maretrette Mall. En op de zuidelijke rijbaan kunnen auto's dan alleen nog richting Zuid rijden, bijvoorbeeld richting Quattaweg. Op de Nabawi school zitten veel leerlingen die 's morgens met mama of papa of met het schoolvervoer over de ringweg rijden. Wat vinden zij eigenlijk van de nieuwe regels? Ik vind ene kant niet goed, want het gaat te druk zijn daar zo voor de kinderen. En één kant vind ik wel goed, omdat het één richting is. En ik woon ook vlak daar zo. En ik vind dat het meer drukker is en het gaat langer zijn om een omweg te gaan nemen naar huis. Het is een goed idee, maar wanneer die mensen van de Noord wonen, moeten ze wel een lange weg nemen om naar daar te gaan. Ik vind het tot nu toe wel een beetje lastig hoe het de één richtingsweg gaat zijn. Want dan moet je helemaal omrijden als je van huis naar school moet gaan. Want dan moet je een hele omweg maken. Wel, het gaat wel druk worden aan de noordelijke kant, vind ik. Want de meeste mensen komen van daar. De ringweg verbindt Noord met Zuid en is dus heel belangrijk voor een vlotte doorstroom van het verkeer. Daarom is dit een hele drukke weg. Ik kom van huis via de ringweg met mijn vader. Er is wel veel file daar, maar we komen wel op tijd. Ik maak ook gebruik van de ringweg. Het is heel lastig. Je ontmoet alleen files. Het ministerie van Openbare Werken zegt dat de wijzigingen van deze belangrijke verbindingsweg in stappen zullen worden uitgevoerd. Ik denk dat ze het doen om file te voorkomen. Want als je van huis en in de ringweg moet rijden, dan is het te druk. Vooral aan de ringweg Noord. Er zullen in de komende periode ook andere aanpassingen worden gedaan. Zoals andere voorrangswegen, verkeersborden met maximale toegestane snelheid en verbodsborden. Record voor LeBron James, eetbare rietjes en schietpartij op Amerikaanse school. Deze berichten vandaag in ons korte nieuwsblok. De wapenwet in Amerika is al jarenlang een discussie omdat het daar nogal makkelijk is om aan een wapen te komen. In de Amerikaanse staat Kentucky heeft gisteren weer een schietincident op een school plaatsgevonden. Een 15-jarige jongen liep 's morgens de school binnen met een vuistvuurwapen en begon te schieten op zijn medestudenten. 16 studenten werden door de kogel geraakt en 2 daarvan zijn aan hun verwondingen overleden. Er brak paniek uit in de school en toen iedereen naar buiten begon te rennen, zijn ook nog eens 4 studenten gewond geraakt. Iedereen in Benton, de kleine stad waar het gebeurde, is in shock en met dit incident zal de vuurwapendiscussie in Amerika ongetwijfeld weer oplaaien. LeBron James heeft een record aantal punten behaald in de NBA. Hij is de jongste basketballer ooit met minimaal 30.000 punten. De basketballer had nog 7 punten nodig om de grens van 30.000 te passeren. Met nog 1,1 seconde op de klok aan het eind van het eerste kwart maakte James zijn 30.001 punt. Dit gebeurde tijdens de wedstrijd tussen Cleveland Cavaliers en de San Antonio Spurs. Maar zijn team, de Cavaliers, heeft de wedstrijd helaas toch verloren. De basketballer die voor James de recordhouder was van de titel jongste speler met 30.000 punten was Kobe Bryant. Bryant was 34 jaar toen hij deze prestatie bereikte. 6 basketbalspelers zijn LeBron James voor geweest in het behalen van 30.000 punten. Maar geen van hen was zo jong. De basketballer is 33 jaar. In Nederland worden er per jaar bijna 3 miljard rietjes weggegooid en dat is haast 8 miljoen rietjes per dag. Evelien Lu bedacht een creatieve oplossing. Namelijk, waarom eten we ze vanaf nu niet gewoon op? Plastic blijft 200 jaar rond zwerven en is erg schadelijk voor de natuur. Het eetbare rietje is gemaakt van zeewier, vruchtensap, lijnzaad, chiazaad en 3,2 gram suiker.
Zelf vindt Evelien dat er nog te veel suiker in het rietje zit en wil het liefst dat er veel minder tot bijna geen suiker in de rietjes zit. Het recept van het eetbaar rietje is nog niet helemaal af en daarom gebruikt Evelien nu natuurlijke rietjes. Dat zijn rietstengels die zuurstof uit de natuur hebben opgezogen en daardoor de bodem weer kunnen voeden als zij in de natuur terechtkomen. De missie van Evelien om van de plastic rietjes af te komen begon toen zij een filmpje zag van een schildpad met een plastic rietje in zijn neus. Dat mensen auto's kopen is op zich niets nieuws, maar het feit dat er deze week voor het eerst in Suriname een auto is betaald met digitaal geld, dat is wel heel bijzonder. De auto is gekocht bij M&N Car Center en is betaald met bitcoins. Het bedrijf wil graag meegaan met de huidige financiële ontwikkelingen en accepteert daarom de bitcoin als betaalmiddel. En hiermee heeft Suriname een primeur. Suriname heeft geschiedenis geschreven, want als Latijns land los van Venezuela en Caribisch gebied is Suriname de eerste die op een officiële manier en bekendheid ook heeft gegeven aan de koop en verkoop van een voertuig, in dit geval voor bitcoins, cryptocurrency. En dat zet Suriname wel op de kaart. Dat biedt heel veel perspectief, want ik kan je verzekeren, de cryptocurrency is de nieuwe betaalwijze. Zoals we vroeger kenden, men ruilde goederen met elkaar. Vervolgens zijn er muntjes gekomen, daarna papiergeld, daarna plastic, creditcards en zo. Daarna internet, overmakingen en nu is het cryptocurrency. Het is niet anders dat het de wereld gaat veranderen. En omdat deze veranderingen in het digitale tijdperk zo snel gaan, is het ook voor jou goed om te weten wat er allemaal speelt. Want hoe werkt het nou eigenlijk met dat digitale geld en wat is een bitcoin nou precies? Ik weet dat het een digitale currency is, dus valuta. Je kan het niet gewoon normaal houden, net als een normale valuta, net als dollar, SED en zo. Bitcoin is digitaal geld dat je kan kopen en verkopen op de internet. Maar het is ook niet zo makkelijk om ze te kopen, want ze zijn duur. Heel erg duur. Ik denk de laatste keer dat ik had gecheckt kostte 10.000 US. Bitcoin moet je vergelijken met virtueel goud. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier om het uit te leggen. We kennen allemaal goud zoals wij die kennen. Het zij uit de grond gehaald staven en CQ verwerkt in sieraden. In dit geval is het dan virtueel dat niet tastbaar is. Het zijn eigenlijk, om precies te zijn, codes, maar dan wel benoemd als goud, digitaal goud. En ja, die een bepaalde waarde hebben naarmate het vraag en aanbod stijgt. Dan dropt hij of hij stijgt. Dat is eigenlijk bitcoin. Het blijft allemaal misschien een beetje ingewikkeld, maar wat belangrijk is om te weten, is dat cryptogeld, zoals de bitcoin, gemaakt is door en voor ons als gemeenschap. Met bitcoins heb je bijvoorbeeld geen bank meer nodig om je geldzaken te regelen en zo zijn er nog een aantal voordelen. Je moet je voorstellen, geld is makkelijk te vervalsen. We horen heel vaak vervals geld. Goudcertificaten, die worden vervalst. In dit geval, op de blockchain, is het niet mogelijk dat een transactie verkeerd gaat. Toen de bitcoin in 2009 beschikbaar werd, kostte 1 bitcoin minder dan 1 US dollar. Inmiddels is de waarde van de bitcoin gestegen naar 11.250 US dollar per stuk. Als je investeert in bitcoin, moet je verwachten dat je geld wel kan verliezen. Vooral als je niet weet wat je doet. Want je kan wel geld maken ermee, maar dan moet je zelf ook educeren erin. Zoals de vooruitzichten zijn, de economieën veranderen, de wereld aan het veranderen is, alles wordt digitaal. Is het niet anders dat dit blijvend zal zijn en alleen maar zal toenemen? Wie er in het begin al vertrouwen in had en toen bitcoins heeft gekocht, lacht nu dus iedereen uit. Maar meedoen met deze trend kan ook nu nog een slimme zet zijn. En dat was het voor deze uitzending. Bedankt voor het kijken, slaap lekker en ik zie je morgen. Doei doei!